Peter Schepers is al zo'n 10 jaar wegenwacht. Elke dag gaat hij vanuit het wegenwachtstation in Roon op pad naar automobilisten met pech. En met de kou van vandaag is dat best een drukke baan. Ja, hartstikke. En vrij koud. Dus ja, het zijn 9 van de 10 keer is het een starthulp. Grootste probleem zijn vandaag vooral de accu's. En ja, deuren die vastgevroren zitten, deursloten, achterkleppen die niet open gaan. Dus allemaal van zulke soort dingen. Om even na 11 komt wegenwacht Peter aan bij de auto van meneer Westduin. Nou, hij start er niet meer. En ook meneer Westduin merkte dat het aardig druk was bij de ANWB. Al hoefde hij niet lang te wachten. 20 minuten. Oh, dat valt nog mee. En aan de telefoon? Daar heb ik een half uurtje aan gezeten. Met zo'n gezellig bandje? Ja, ja, inderdaad. Nou, die dynamo is ook helemaal super. Voor Peter zit het er hier weer op. De accu is vervangen en meneer Westduin kan weer probleemloos op weg. Maar voor onze wegenwacht is er nog een hoop meer te doen. Nou, ik denk gemiddeld nog 8. Druk dagje. Ja, ernstig, ja. Nou, gauw er vandoor maar weer. Ja, ga ik zeker doen. Morgen wordt het opnieuw koud en ja, het gaat ook weer vriezen. En dat betekent dat Peter en zijn collega's opnieuw flink aan de bak zullen moeten.